Gespeeld 7 punten, altijd lekker. Dat is natuurlijk een prima start. We waren met 2 gespeeld, 4. We was al tevreden en we wilden vandaag een resultaat meenemen. Ja, je wil graag winnen, maar ja, we waren ook niet ontevreden geweest vooraf dat ik zeg van nou ja, als we een goed punt meenemen is ook prima. Maar dik verdiende 1-4 overwinning. Ja, zeker, ja, ik zit lekker in mijn vel moet ik zeggen. En ja, de sfeer is goed in het team. En dat helpt zeker met mijn eigen ontwikkeling. Nou, we hebben het altijd lastig gehad hier en ik moet zeggen, ja, we kregen die penalty naar een goede actie van Job. En ja, daarna hebben we eigenlijk wel tot het einde de wedstrijd gecontroleerd. Ik weet nog 2 jaar geleden kregen we weer een pak slagen met 5-0. En daarna ben je gewoon verdiend 4-1. Ik denk als je nog goed omgaat met de kansen, dan kun je hier gewoon 7-0 winnen. En ja, het wordt 4-1, maar daar ben ik ook blij mee.
Ja, wij moeten gewoon zorgen dat we volgende week scherp, maar wel fris met die 7 punten. Dat laten zien dat dat vertrouwen geeft aan de bal, maar ook zonder de bal. En als we dan goed vanuit onze taken blijven spelen, als team blijven spelen, dan kunnen we ook van de Meren thuis winnen. Dus dan gaan we daar ook voor. We kijken wedstrijd per wedstrijd aan waar onze mogelijkheden liggen. En we zullen de strijd gewoon vol aangaan. Beste Job en Babette, jullie spelen vandaag Raad het Nummer. Het spel werkt als volgt. Er wordt een instrumentaal liedje gedraaid en als je denkt te weten hoe het liedje heet en wie de zanger is van het liedje, druk je op de bel. Degene die als eerste op de bel heeft gedrukt mag antwoorden. Heb je de naam van het liedje juist, krijg je 1 punt. Vertel je ook de juiste artiest, ontvang je 2 punten. Druk je op de bel en geef je vervolgens een fout antwoord, dan krijgt de tegenspeler 1 punt. Wie na het laatste liedje de meeste punten heeft, wint het spel en mag een punt toevoegen aan de jongens of de meisjes. Punt voor ons. Doet hij het? Er zit wel een top 40. Ik weet het niet, hè? Weet jij? Bluff. Hoe heet het nummer? Ja, nee, dit is 1 punt. Ik ga niet meer zeggen, want dan geef ik het weg. Dan mag ik het nummer zeggen. Alles is liefde. Oh, nee. Verdomme. Dat zei die. Eerste... Oh, echt? Nee, die bluff zei dat. Oh. Ja. Parijs. Godverdomme. Kenny B. Mag ik zeggen toch? Nee, ik ben eerder. Ah, zeer. Kenny B. Kut jij. 3-1. Dan zijn we de naam kwijt. Wacht je wel. Alsjeblieft. Ik drukte al. Rosanne. Mick en Simon. Kijk dan. Ze weten het niet eens. Drie. Ik voel me sexy als ik dans. Nielson. Oh, zo. Guus Meeuwis. Brabant. Heel goed. Kutspel. Dus eipelt is dit, jongen. Ik neem je mee, Gers Perdoel. Begint hij zo? Is het voor jou? Ja, weet jij niet? Nee. Even laten lopen, man. Nice. Ik drukte! Jan Smit, maar ik drukte! Ik sloeg op zijn hand! Jan Smit. Hij heeft zijn hand erboven. Verdomme, joh. Marco Bezzato rood. Ja, maar goed, gek. Volgens mij zit jouw iPod erin, of niet? K3, Taylor Romeo. Nou, dat was hem al. Nou, Job. Yes. Dat heb ik gewonnen, toch? Hè? Ja, Babette is de winnaar. Het is 1-1 tegen jongens. Ja, Job. Zo gaat dat. Oh, ik hoef niet op te schrijven of zo, zie ik.